luisteren en weer kijken naar een splitsplinternieuwe kookvideo van Arthur Kookt. Altijd te willen weten hoe je een lekkere en snelle vegetarische paprika uit de oven maakt. Kijk dan mee naar deze kookvideo en vergeet mij niet te liken en te abonneren op mijn YouTube kanaal Arthur Kookt. Deze video even te delen met iedereen in je omgeving en me even te volgen op Instagram @ArthurKookt. Veel kijkplezier om dit gerecht te maken. Natuurlijk een combi magnetron oven of een gewone oven. Een wokpan. Natuurlijk met een fornuis. Een ovenschaal. Natuurlijk een leuke paprika. Kleur maakt niet uit. Roerbaar groentemix. En tomaatjes die we straks in stukjes gaan snijden. Tomatenpuree. Wat cheddar kaas of andere kaas. Geraspte kaas ook goed. Italiaanse kruiden. Dan hebben we nog een bakje rijst. Ik gebruik magnetron rijst. Het is lekker makkelijk, snel klaar. En je kunt hem meewokken 4 minuten. Maar je kunt ook eerst rijst koken en hem dan erbij doen. Dan hebben we nog olijfolie. Een woklepel. Een groene snijplank. Een mes en een beetje water. Ik heb mijn handen net al gewassen. Dus ik ga beginnen met de paprika. Zeg maar zo te snijden dat de bovenste laag eraf gaat. En dan haal ik de binnenkant leeg. En die gooi ik dan in de prullenbak. En dan komt het er ongeveer zo uit te zien. En dan is het klaar. Ik heb de afslagkap en het licht aangedaan. Ik heb het fornuis even aangedaan. De pan gaat erop. En de olijfolie gaat er nu bij komen. Kijk maar. Zo is het even genoeg. En dan kan, als de pan warm is, kan de groente erbij. De gelokte groente. Zo, de groente heb ik in de pan gedaan. En die gaat nu op 4 minuten meebakken, roerbakken in de pan. Dat het goed gaat worden. Ondertussen ga ik de tomaten even snijden. Eerst ga ik hem wassen. Dan ga ik hem nu snijden. Ik snij de kont eraf. Snij ik hem door de midden. Snij ik er een reep plakken van. En dan snij ik er kleine stukjes van. Deze ook. Okay. Het voordeel van een kartelmes gebruiken is dat het voor de tomaten makkelijk te snijden is. En dan komt het er ongeveer zo uit te zien. Ik heb het vandaag wat lager gezet. Van 9 naar ongeveer 3. Maar dan komt het er zo uit te zien. Het gaat best hard. Dan kan het wat zachter. En dan kan je af en toe blijven roeren en dan komt het helemaal goed. Ik ga nu wat Italiaanse kruiden toevoegen. Zo. Dan ga ik ze even roeren. En dan kan straks de tomatenpuree erbij. En daarna de tomaten. Zorg wel dat het goed door elkaar gehusteld is en gemengd. Want dan is het lekker en zitten alle kruiden goed door de roerbakgroenten. De timer is net afgegaan. Dus ik ga de tomatenpuree toevoegen. Zo. En dan ga ik even roeren. En een klein beetje water toevoegen. En je ziet dat het nu nog een beetje dikjes. En het moet een kleine mini-saus worden. Ongeveer een half glas water is genoeg. Doen we dat door. Zo, dat zit er doorheen. En dan nu goed roeren. En dan wordt het vanzelf een lekker sausje. Mocht het dan nog dikker zijn, en je bent dan wat dunner, kun je er nog een half glaasje bij doen. Maar zorg dat hij niet te dun wordt, want dan wordt het te waterig. En dat ook. Ik ga de tomaten toevoegen. Dan gaan we even roeren weer. Dan wordt het al een lekker sausje, potje voor in de paprika. Ik ga nu ook de rijst toevoegen. En de lekker op 4 minuten zetten. En dan even goed doorroerbakken en dan is het klaar.
Ondertussen heb ik de oven even aangezet op 160 graden. Ik kan het even wat voorverwarmen. Let op, hij moet ongeveer 10 minuutjes in de oven de gevulde paprika. Kijk daarna even of je hem goed vindt. Het is als de kaas gesmolten is en die lekker knapperig is. Anders nog even een paar minuutjes erbij. Oh, het mengsel van rijst met groente, tomaat, tomatenpuree en een beetje water en Italiaanse kruiden is klaar. Goed gaar. Nu kan die in de paprika om lekker te vullen. En dan de kaas eroverheen. Wat ik nu ga doen, ik ga de pan vasthouden en ga er een beetje in zetten. Maar je mag hem ook op een aardig blad zetten of op een voor een uitlaat staan. Dat doe ik zo, kijk. Dan haal ik hem een beetje van af zo. En dan doe ik er nog wat geraspte kaas overheen. En dan is hij klaar. Als je geen geraspte kaas hebt, maar wat cheddar kaas, dat doe ik er overheen. En dan gaat het niet helemaal overheen. Gooi, maar ik vind het leuk om het helemaal een beetje zo te vierkanten. Dat vind ik namelijk leuk. En dan wil ik dat het echt overal zit in plaats van alleen het middenstuk. Kijk, zo is het klaar om in de oven te gaan. Oh, dat gebeurt de paprika. In de ovenschaal zit nu in de oven. 160 graden. En dan ongeveer 10 minuutjes. En nu wachten tot het piep gaat. Kijken of het dan gaar is, klaar is. De timer is afgegaan, de kaas is goed gesmolten. Het ziet er allemaal lekker uit. Dus we gaan hem uit de oven halen en dan ga ik lekker eten. Hoi, heel tof en leuk dat je gekeken hebt naar deze Splitsplint nieuwe kookvideo van Arthur Kookt. In deze kookvideo heb ik jullie laten zien en verteld hoe je een lekkere gevulde paprika uit de oven maakt. Vegetarische variant wel te staan. En ruikt lekker gaat ook lekker smaken. Ik wens jullie een hele fijne dag, avond wanneer je deze video kijkt. Volg me even op Instagram, @ArthurKookt en op YouTube, @ArthurKookt. Voor nog meer video's, filmpjes van @ArthurKookt. Foto's ook op Instagram. En deel deze video even met iedereen in jouw omgeving. En iedereen weet dan van @ArthurKookt. Ciao en een hele fijne dag van jou. Doeg!